Hey allemaal, we barsten weer van de nieuwtjes. Mijn naam is Nanne en je kijkt naar What's New in 90 seconden van 18 februari. We beginnen met een trieste mededeling. Amy Winehouse die verdient meer geld nu ze dood is dan toen ze nog leefde. Het inkomen van de zangeres die zou verviervoudigd zijn. Nicolette Kluiver stapt over van BNN naar RTL 5. Ze begint haar avontuur bij RTL met een datingshow. Adam zoekt Eva, waarbij twee vrijgezellen elkaar ontmoeten op een onbewoond eiland, helemaal naakt. En dan hebben we nog Gordon. Hij begint vanaf 1 mei zijn eigen koffietentje in Blaricum. Hij gaat niet alleen koffie en thee serveren, maar ook allemaal hele lekkere sapjes van bijvoorbeeld tarwegras. En dan een nieuwtje waar ik zelf ontzettend blij van word. De Black Eyed Peas die zijn bezig met een nieuw album. Ze zeiden het kostte wel een beetje moeite om Fergie over te halen, want die heeft net een 5 maanden oude zoon. En dat is moeilijk te combineren met een druk draaischema, tourschema, whatever. En zij zijn niet de enige die lekker bezig zijn met een nieuw album. Madonna is druk aan het schrijven voor een opvolger van MDNA uit 2012. En Mariah Carey die heeft een nieuwe plaat, die komt 6 mei uit. Nu maar hopen dat het beter klinkt dan het optreden van afgelopen kerst. De bedenker van X-Factor, Simon Cowell, die is helemaal in de zevende hemel met de geboorte van zijn zoontje Erik. Hij zei, hier heb ik mijn hele leven op zitten wachten. Christina Aguilera die stapt voor de tweede keer een huwelijksbootje in. Ze werd op Valentijnsdag verrast door haar vriend Rattler. En zij was niet de enige, maar Patrick Bart die werd ook verrast op de nationale televisie. En ze zei vanochtend zelfs, oh ik zit zo lekker in mijn vel. Een aanbod van de Playboy zou ik niet afwijzen. Dat zou ik misschien maar wel doen. Goed, dat waren de 90 seconden voor nu. Aankomende donderdag zijn we gewoon weer bij je terug met een korte update. En aankomende zaterdag met een langere video. En we hebben gemerkt dat heel veel van jullie zeggen, oh, we hopen echt dat Wat's New een groot succes wordt. Maar daar kunnen jullie samen voor zorgen. Vergeet deze video niet te delen via Facebook, Twitter, Google+, met iedereen die je kent. Geef hem even een duimpje omhoog. Abonneer je en dan zie ik je gewoon weer donderdag. Hoi!